Ik ben hier bij Damen Shipyards in Gorinchem. Een bedrijf waar 1300 mensen hier zitten. Maar totaal, hoeveel mensen werken er totaal? Olivier, marketingmanager bij Damen? Ja, over de wereld hebben we zo'n 7000 werknemers in dienst. Bij 35 verschillende werven over de hele wereld. Wanneer is het begonnen? We zijn in 1970 is de heer Damen begonnen met deze scheepswerf. Hij heeft hem overgenomen van zijn vader. En hij had toen zeker voor die tijd een uniek businessmodel. Dat kunt u hier achter ons ook zien. Hij bedacht schepen die hebben vaak lange levertijden. En daar zitten klanten niet op te wachten. Dus hij bedacht, ik ga schepen op voorraad bouwen. Ik ga ze standaardiseren. En vervolgens ergens anders dan in Nederland maken. Maar hier gaan we ze verder uitrusten met equipment. En dan hebben we een hele korte levertijd. Waarbij de klanten zeer geholpen zijn. Ja, dus als ik kijk hier, ik zie hier een heleboel schepen liggen. Die sleepboten die daar in de overkant zitten. Waar worden die gemaakt? Nou, ik denk dat deze schepen in Roemenië hebben een werf of in Polen, dat deze daar gebouwd zijn. Maar ondertussen bouwen ze ook in China. Maar die schepen komen niet weer terug naar Nederland. Die blijven daar, die bouwen we daar volledig af. En zijn dan ook meteen beschikbaar voor klanten uit die regio. En wat is dan de leeftijd van zo'n boot als iemand zo'n ding nodig heeft? Ja, dat kan heel snel. Crash-levertijden zitten op zo'n 3 maanden. En als we iets meer ruimte krijgen, dan is het 4-5 maanden. Dan leveren we zo'n schip. En als ik bij een gewone shipyard ga praten over zo'n boot? Ja, vele malen langer. Dan wordt er eerst over het ontwerp eindeloos gesproken. Dan moet die getekend worden. Dan moet een casco gemaakt worden. En dan zijn ze pas op het punt waar wij hier zijn. Maar dan praat je al gauw over ruim een jaar. Dus we lopen makkelijk een jaar voorop. En in de jaren 70 was het echt een rampenjaar voor de scheepvaart. Hè? Echt de ene shipyard naar de andere ging failliet. En in die tijd is zeg maar Damen gaan gooien. Ja, toen kwam meneer Damen dus met dit businessmodel. Volledig tegendraads wat de rest van de scheepsbouw deed. En met dit concept heeft hij bewezen dat scheepsbouw nog heel goed in Nederland kan plaatsvinden. Je ziet wel een verschuiving van de soort kennis. Het is niet meer de handjes die hier heel erg ingezet worden, maar het is meer het koppie. Dus we zoeken hier altijd hoogopgeleide scheepsbouwkundige mensen. En die hebben hier volop kansen voor werk. Ja. Je hebt 7000 mensen wereldwijd. Hoeveel zitten er in Nederland? In totaal hebben we iets van 3.500 mensen in Nederland zitten. De helft zit er nog in Nederland. En hoeveel toeleveranciers houden jullie aan het werk? Ja, dat is altijd lastig in getallen uit te drukken, maar een aantal keer ons eigen personeel. Dus ergens tussen de 30.000 en 40.000 mensen. Wat zijn de markten waar die nu goed draaien? Ja, dus wij zitten in heel veel verschillende markten. Dat gaat over de baggermarkt, dat gaat over zelfs luxe jachten, maar de marine, snelvarende schepen, offshore wind, vrachtschepen. Dus heel breed. Nou, op dit moment zijn de vrachtschepen niet zo goed, maar bijvoorbeeld de offshore, dat is een zeer goede markt momenteel. Je doet ook hele luxe jachten, geloof ik? We hebben één brand, Amos, en die bouwen luxe jachten inderdaad. Dan kan ik 1 miljoen per meter uitgeven. Afhankelijk hoe mooi je hem wilt hebben. De heer Damen, is hij nog steeds in het bedrijf aanwezig? Ja, zeker. Hij is de chairman of the board en eigenlijk dagelijks hier nog niet aanwezig. Conclusie is, maakindustrie in Nederland, die moet je op een aangepaste manier aanpassen. Niet de handjes, maar de breins. Nou, absoluut. En waarbij we wel nog even duidelijk willen zeggen, kijk, we hebben ook heel veel handjes nodig, want al deze schepen moeten geserviced worden. En dat doen we dan allemaal wel weer vanuit Nederland heel veel. Dus goede monteurs en dergelijke, die zijn altijd van harte welkom hier. En hoe gaat het met onderwijs en de afstemming op zeg maar jullie business? Ja, dat zou nog veel beter kunnen. Het is natuurlijk jarenlang was het niet een meest populaire studietechniek. Zeker niet dan in de scheepsbouw. Men had het idee van vieze handen en ruw werk. Nou, dat is het dus al lang niet meer. Het is dus echt hoogopgeleide mensen en hele interessante, innovatieve zaken doen hier. Damen in Gorinchem, fantastisch bedrijf. Dank u wel.